Wij zitten hier bij Femke Schaars. Jij bent een grote tekenheld geworden en je woont ook nog in Baren. Kun je er wat van vertellen? Nou, niet echt, behalve dat ik in de klas wel een beetje populair ben nu bij. Want iedereen wil een tekening van mij. En dat is wel geinig. Femke, wat vind je nou het leukste om te tekenen? Nou, ik vind dieren wel leuk om te tekenen. Vooral dieren, want mensen, iedereen tekent bijna altijd mensen. En dat vind ik wel geinig om dan dier te tekenen, want dat tekent bijna niemand. Jullie hebben zelf ook een dier thuis, een hond. Daar heb je geloof ik ook over getekend. Nou, toen we onze hond kregen, vond ik het al meteen een heel leuk model om te tekenen. En ik heb ook mijn hond in de finale strip getekend. En in de strip die ik stuurde voor de finale. En ja, hij is gewoon een heel leuk stripfiguurtje. Jij hoort dus tot de beste, tenminste de 5 beste striptekenaars van Nederland. In de categorie tot 11 jaar. Margrethe Heer, dat was iemand, uitgever van Snoenie. En die vond het wel leuk om dan een stripboekje van me uit te geven. En toen ben ik me echt bezig gaan houden met striptekenen. En Margrethe Heer zei ook van, je moet meedoen met die stripwedstrijd. Dat is heel leuk, je gaat winnen. Maar helaas niet gewonnen. Maar je hebt een boekje ook nog, dat is uitgegeven. Hoe heet dat boekje? Kitty Girls Cats Go. Maar eigenlijk ook heet het ook van Kitty Girls en de Tover Edelstenen. Dat heeft eigenlijk twee namen. En dat gaat over meisjes en Tover Edelstenen. Nou, eigenlijk gaat het over wel meisjes, maar het gaat over katmeiden. Dat zijn dus van die katten in de vorm van een mens. Als je nu gaat tekenen, heb je dan echt een verhaal al in je hoofd van tevoren? Nou, als ik een strip ga maken, dan heb ik het wel het verhaal al in mijn hoofd. Maar als ik gewoon een tekening ga maken, dan zie ik wel gewoon wat ik teken. En als ik een potlood op papier zet, dan heb ik zo in iets van een half minuut een tekeningetje. Dat is wel heel snel. Zeg, en heb je dan ook bepaalde technieken die je daarin gebruikt? Heb je je eigen techniek een beetje ontdekt of leer je dat? Nou, ik gebruik gewoon verschillende tekenstijlen en technieken. Gewoon verschillend en dat is best wel leuk. Want je tekent, zoals ook in de stripverhalen, maar je schildert ook. Want achter jou hangt een prachtig schilderij en dat heb je nog maar een maand geleden gemaakt. Ja, ik heb het een maand geleden gemaakt. Dat is niet zo heel groot werk, maar ik heb er wel 3 dagen over gedaan. Dit zijn ook dieren. Wat zijn ze aan het doen? Nou, het gaat over een meisje, maar dan is het echt ook een plant. En dat rijdt dan op een paard met een toverstaf. En allemaal van die paarden die komen achter haar aan galopperen. En mijn hondje komt er ook weer voor, die rent voor zijn leven. Ja, die is wel bang. Je hoort hem gewoon blaffen. Ja. En daar helemaal achteraan, het is heel grappig bedacht, die achterste 2 paardjes. Het is net of ze over een soort schutting klimmen, maar dat is dus eigenlijk de achterkant van de berg. Ja, dat was wel leuk. Het was wel een leuk grapje, vond ik. Ja, dus je hebt ook humor in je tekeningen. Ja. Het valt me op dat je ook veel vogels in je werk hebt. En zoals dit zijn paarden met vleugels. Heb je daar een idee over? Nee, alleen mijn vogels, dat was eerst mijn lievelingsdier. Maar daarna waren alle dieren mijn lievelingsdier. Ik vond ze allemaal wel leuk om te tekenen. Wat je zei ook al, dat je vriendinnen ook het heel leuk vinden als je voor hun een tekening maakt, hè? Ja, meestal vinden ze dat wel leuk. Maar meestal vragen ze het niet gewoon. Ze leggen gewoon een papier op een tafel. En ik weet al wat ik moet doen. Ik ga meteen in de slag. Krijg je dan een onderwerp van ze of mag je gewoon zelf bedenken? Soms dan mag ik het zelf bedenken. Maar soms dan zeggen ze van, teken is een poes voor mij. Of teken is een draak voor mij. Want ze weten dat ik het heel goed kan. Ja. Nou, dat is wel heel leuk als je je ergens goed in voelt, hè? En je vriendinnen hebben dan misschien sport of zo waar ze goed in zijn of andere dingen. En jij hebt je tekenen. En het is natuurlijk heerlijk als je je daarin kunt uiten. Denk je dat je daar je beroep van wil maken of wil je het als een goede hobby houden?
Nou, ik wil laatste striptekenaar worden. Ja, dat vermoeden had ik al. ga je daar nu al serieus mee aan de gang? Of heb je nu nog zoiets? Nou, ik ga gewoon naar school en ik teken wat ik leuk vind. En dat komt wel een keertje. Nou, eigenlijk vind ik... Ja. Nou, ik vind het gewoon leuk om strips te maken. Maar ik ben er niet echt mee aan de slag. Maar ik teken het wel gewoon. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Kun je nog even iets vertellen over je boek? Want dat is natuurlijk wel heel spannend, hè? Een eigen boek. Nou, het gaat eigenlijk over 7 katten. Katmeiden dus. En die ontdekken eigenlijk dat ze veeën zijn. En er is ook een bepaalde slechterik, Cecilia. En die moeten zij dus verslaan. En daarvoor hebben ze de toveredelstenen nodig. Kunnen de mensen het kopen in de winkel? Nou, ze kunnen het niet echt in de winkel kopen, maar ze kunnen het wel bestellen. En kun je ook vertellen hoe ze dat kunnen bestellen? Want stel dat er kinderen kijken die denken, oeh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Je kunt ook op de site van snoenie.nl kijken of je het kan bestellen. Nou, was er ook nog een verhaal over fokken en sukken. Hoe zat dat? Nou, de tekenaar van Fokken en Sukken, die had ook het boekje van mij gekocht, van Kitty Girls. En dus ging mijn moeder even naar die tekenaar toe. En die zei, kijk, dit heeft mijn dochter getekend. En dit boekje is ook gemaakt. En dan zei je echt zo van, oh, dat heb ik net gekocht. Ik mag dus ook een keertje in de studio van hem gaan kijken. Nou, dus jij wordt een nieuwe ster daar. Nou, ik weet het nog niet. Nou, een beetje ben je het wel, hè? Je bent geen popster, zoals je tegenwoordig veel meisjes ziet die dat willen worden. Maar jij bent een tekenster. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, ik vind het allemaal heel eervol. En je mag best trots zijn op jezelf, maar dat ben je ook wel, hè? Ja, nou, dat mag ook, hoor. Dat is echt ongelooflijk wat jij maakt. En het is niet het enige wat hier staat. Je hebt nog veel meer gemaakt. Ik hoop dat wij nog hele grote verrassingen gaan meemaken met jou in de toekomst. En misschien komen we dan nog wel eens een keer met jou praten. En dan kun je nog eens laten zien en vertellen waar je mee bezig bent. Want ik vind het heel veelbelovend. Dank je wel voor dit leuke gesprek. En heel veel succes in de toekomst.